Dit weekend stonden er twee wedstrijden op het programma. We beginnen met Tine Brussels. Beide ploegen maken nog aanspraak op de eindronde. Tine kan over al zijn spelers beschikken en ook bij Brussels is Richard Čulek er weer bij. De Tsjech staat wel op de bank. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Mijn knie is volledig in orde hersteld, maar nu ben ik aan het met reserve een matchje mee om een beetje opbouwen. Maar ik heb woensdag gespeeld en dat was het zonder probleem. De thuisploeg is gebrand op een sterke prestatie na de collectieve off-day tegen Oud-Heverlee-Leuven. Maar Brussel zal zijn vel duur verkopen. Er is daar maar zeker van de ploeg van Johan Vermeers. Wil kosten wat het kost de drie punten pakken. Le Postolec richting Koulibaly. Graag schot, maar die komt bij Iglesias. Een grote kans, maar Schuurmans redt met de voet. Inworpen met Nelis. Als naar daar. Bal komt terug bij hem. De draait door Van de Kouter. Maar gered door Werner. De wedstrijd gaat goed over en weer. Nelis met de vrije trappen op links. We spelen ongeveer 20 minuten. Werner onder de bal door. En de bal wordt binnengekopt door Jonas Bogaerts. Het staat 1-0 voor KVK Tiene. Maar wat een flater van Olivier Werner, de doelman van Brussels. De voorzet is van Nelis. Onder de bal door. En dan is het een koud kunstje voor Bogaerts om binnen te koppen. Waarbij Nelis Hasnadar misschien met de kans. Goed uitgekomen door Werner. Nog niet gedaan. En nu de bal wel opzet. Le Postolec. Matimona. Goeie voorzet. De Jeu misschien aan de tweede paal, maar hij komt net te laat. De stand bij de rust is 1-0 voor Tiene. En daar is de voorzitter Johan Vermeers helemaal niet tevreden mee. En dit is niet goed, dus wij... Dus wij worden eigenlijk gepakt op een tekort om een van onze keeper, denk ik. Toch al enkele keren dit seizoen. En dan hebben we geprobeerd wat openingen te creëren, wat druk te zetten. Dat is niet zo goed gelukt. We waren zeker niet te minder. Hè. We lijken op gaan een beetje, ook in de kansen. Het doelpunt dat wij pakken, pakken wij. Hè. Dus, u blijft met de vinger naar de keeper? Wat ik vind dat niet goed uitgekomen is. Als je uitkomt, moet je de bal hebben. Hè. Dus moet je alles pakken en je hebt er dus niets van. Dus voilà. Dat is duidelijk. Alleen daar is geen discussie over. Je moet ook eerlijk zijn in uw benadering. De tweede helft dan met een vrije trap voor Matumona. Kopballing van Koulibaly tegen de deklat. Copain is hier nog. Maar ontzet. Brussels gaat op zoek naar de gelijkmaker. Koulibaly komt door tot bij Copain. Van daar weg gekopt. Koulibaly misschien in één tijd goed op de slok genomen. Een metertje over het doel van Schuurmans. Koulibaly voor de tweede keer gevaarlijk. De jonge Fransman. Van de Kouters. Goede knal. En binnen. Schitterend doelpunt van David van de Kouters. We spelen ongeveer een uur en Tiene op een 2-0 voorsprong. Hij krijgt er alle tijd en ruimte om goed aan te leggen. Pakt hem ideaal op de slot en Werner kan er net niet bij. Dufour goed aangepakt. Goed geschoten ook. Werner heeft er moeilijkheden mee. De bal valt nog op de deklat. Sébastien Dufour, ex-FC Brussels. En diezelfde Dufour nu ook achter de bal voor een vrije trap. Werner lost, maar in twee tijden pakt hij hem wel. De tijd begint te dringen voor Brussel. Copain, goed doorgekopt door Koulibaly. Goed meegenomen door Copain. En Schuurmans met de redding. Het blijft voorlopig 2-0 voor Tiene. Copain nu op links. De voorzet richting Čulek. De kopbal is te zwak. De Tsjech is na meer dan 3 maanden inactiviteit weer present bij Brussels. Van
Van de Kouter nog eens. Hunenberg met een goede kopbal. Niet zo goed verdedigd daar. Maar naast het doel van Vermeer. De laatste kans misschien in de wedstrijd met Matu Mona. Nog altijd Matu Mona. Voorzet. Schot uiteindelijk. Maar naast het doel van Schuurmans. En het blijft zo. 2-0 in Tiene Brussels. Dat is te weinig voor Brussels. Als ik zie wat dat we de laatste 5 wedstrijden gepresteerd hebben, denk ik dat we die waard zijn van de eindronde te spelen. Voor een ploeg die de kans krijgt om een volledig profstatuut van dit jaar, waar de club alles voor gedaan heeft. Dus er wordt 2 keer per dag getraind, er wordt gegeten, er wordt gedronken. Dus iedereen kan zijn ding doen, denk ik, met de mogelijkheden waarover we beschikken. Dan verdien je het gewoon niet van deze ronde te spelen. Dus ik spreek nu over de laatste 5 wedstrijden. Dus we hebben bijna niets gecadreerd. Dus hoe kunnen we dan een wedstrijd winnen? Dat is onmogelijk. Na ons debacle afgelopen woensdag in Leuven hadden we wel iets slecht gezet ten opzichte van de supporters en de club. Omdat dat niet de groep was die wij zijn in Leuven. Daar hebben we een totale collectieve opdeling gehad. En we worden vandaag rechtzetten, dat is ook gelukt. Ik was helemaal alleen uit de plan. Ik dacht, waarom niet afgaan? Als ik voelde wanneer ik de bal vertrok, dacht ik van ja, die heb ik echt gekraakt. En die ging weliswaar mooi binnen. Een van de mooiste doelpunten uit je carrière misschien? Ik denk het wel. Ik denk wel dat dat zeker in de top 3 komt, ja. Hoe voelt meer en meer zich daarbij zelf? Maar ik voel me daar zeer ongelukkig bij. Ik denk dat de club in de totaliteit het maximum gedaan heeft om nog 1 jaar het volwaardig profstatuut te hanteren. We hebben de kans gegeven aan iedereen. We hebben het niet waar gemaakt, dus oké, of ze hebben het niet waar gemaakt. Dus ja, ik kan daar niet meer op zijn. Ik kan er ook niet meer voor doen. Ik denk dat het ook het einde is van het profstatuut op Brussel.